Nou, we zijn hier bij de Dakar Rally en ja, vanuit Eurol willen we ook al onze klanten graag goed ondersteunen. Dus ook hier bij Eurol Rallysport. We gaan zo meteen even wat oliemonsters nemen. Nou, ja, op dit moment wordt de olie ook afgetapt. We willen graag zien wat de performance is van de producten, hoe goed ze of ze het goed volhouden. En die kunnen we straks weer in Nederland meteen analyseren. We hebben in dit geval een 75 140 racing erin zitten. En die doet eigenlijk bij al deze Dakar toepassingen het gewoon ver weg het beste. Zowel bij de trucks als ook bij de auto's en de buggies is dat het product wat we hier inzetten. Nou ja, er komt weer een nieuw potje aan die we gaan analyseren. Nou, we zijn er al, net hebben we er al twee andere genomen, die gaan we mooi met elkaar vergelijken. Kijken of het product nog steeds zo functioneert zoals wij willen. Of dat er wellicht dingen aan het licht komen die vervangen zouden moeten worden. Maar dat kunnen we pas doen als we weer in Nederland zijn. Ik denk dat het product er helemaal goed uitzien. Nou, volgens mij zie ik geen rare verkleuring of iets dergelijks. Maar we kunnen beter even aan Jack vragen hoe hij denkt dat het er allemaal voor staat. Want die heeft al wat meer ervaring deze rally met de smeermiddelen. Ja, dat klopt. Het is echt een hele goede olie. Zoals je kan zien, het blijft mooi van kleur. Het verkleurt maar heel iets, maar het blijft lekker, er zit niks, geen vijzels in. Het is echt gewoon echt goede olie voor de rally. Temperaturen zijn ook allemaal goed onder controle. Perfect, het wordt niet zwart, het verbrandt niet. Gewoon helemaal goed. Ja, top, aan de plug zit ook aan de plug zit helemaal niks. Perfect. Ja. Nee, perfect. Ja, en alles is in dit geval in één. Je hebt hier de planetaire reductie met het differentieel achter, wat eigenlijk uit één oliebad gesmeerd is. Dus je hebt niet alleen hier de planetaire reductie, maar wat je in de olie ziet is eigenlijk de hele as met alle draaiende delen die hier dus eigenlijk het sample van hebt, wat we kunnen analyseren. Nou, we hebben net al even bij de achteras gekeken, waar dus de 75W140 racing olie in wordt gebruikt. Nou, als we even stapsgewijs naar voren gaan, heb je daar de aandrijfassen. We zitten met vrij grote kruisstukken. Daar gebruiken we ook een specialty product voor om die goed heel te houden. En die kan heel goed tegen deze krachten en tegen zand. Dan heb je daar de tussenbak. Ook daar zit dezelfde olie al in als in de assen. Daarvoor zit de automatische transmissie. Daar zit onze racing ATF in. En als we dan een klein stukje naar voren lopen, komen we uiteraard uit bij de motor. Die wel een beetje verscholen zit. En daar zit in dit geval de 10W60 racing motorolie in. En we zijn nu halverwege de Dakar Rally of net iets verder, maar het houdt allemaal heel erg goed.